Brown club, now go, brown club, now go. Brown club, now go, brown club, now go. Brown club, now go, brown club, now go. Brown club, now go. Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ik ben lekker bleek, want ik heb geen make-up op. En naast dat is het 9 uur in de ochtend, omdat ik vroeg opsta. Vroeg, voor mij doen is dat vroeg als ik een vrije dag heb. Omdat ik het een en het ander aan school moet doen en dan ben ik sowieso wel bleker. Ik ga je vandaag een look laten zien die ik maak als ik vroeg op moet. Als ik naar school moet, of stage moet, of werk moet. En ik heb geen zin om een hele uitgebreide look te maken. Dan maak ik deze look. Het is alsnog wel full face. Alles zit erop en eraan. Maar ik laat bepaalde kleine dingetjes weg. Waardoor dat gewoon tijd scheelt. Ik denk dat je deze look wel in 10 minuten ongeveer kan maken. Ik heb uiteraard mijn gezicht gereinigd. Doe ik iedere ochtend. Ik heb uiteraard een serum en een dagcreme op. Doe ik ook iedere ochtend. En dan stel ik voor dat we gaan beginnen. Als ik vroeg op moet, doe ik nooit een primer op. Heb ik geen zin in. Scheelt 1 minuut hooguit. Maar al die minuten bij elkaar opgeteld scheelt het toch best wel iets. Ik begin met de Max Factor CC Cream Correcting Cream. Deze is niet meer in het assortiment. En dat is heel jammer, want die is heel erg fijn. Bijna een foundation, maar net niet helemaal. Ik gebruik ook geen foundation. Voor mijn gevoel scheelt het tijd. Maar ik denk eigenlijk dat in de praktijk niet veel tijd scheelt. Dus de kleur 40 Fair. Die is eigenlijk ietsje te licht voor mij. Maar ik los daar wel weer op. Breng ik aan op mijn hand terug. En met mijn Real Techniques sponsje breng ik die dan aan. Ik zet op iedere gezichtdeel een stip. En dan blend ik het uit. Dan heb ik alweer te veel gepakt. Ik ga hier ook een klein beetje in knippen. Want ik denk dat je wel weet hoe je dat doet. De basis zit erop. Het maakt je huid, die CC cream, net iets egaler. En net iets bedekt net even iets de vlekjes. En dat vind ik voor een gewone stageschool werkdag gewoon genoeg. Ondanks dat ik vroeg op moet, gebruik ik wel altijd de concealer. Op het moment gebruik ik heel graag de Velvet Finish Concealer van Catrice. Er zit hyaluronzuur in. Of het echt werkt, geen idee. Maar die gebruik ik onder mijn ogen. En vooral als ik vroeg op moet, gebruik ik dat graag onder mijn ogen. Ik doe dat liefst met mijn vingers. Dan wrijf ik het gewoon zo uit en ik concentreer me vooral op het binnenste ooghoekje. Omdat daar gewoon wat vlekjes zitten. En ik heb hier toevallig vandaag, zag ik ook een puistje. Doe ik ook een beetje op. Hoewel ik er niet van overtuigd ben dat dat echt camoufleert of helpt ofzo. Ja, dit zit erop. Dan ga ik verder met afpoederen. En de laatste tijd gebruik ik daar de Rimmel Stay Matte voor. Heel erg fijne poeder. Ik ben daar echt lyrisch over. Hij gaat er best lang mee. Want ik heb hem al een paar maanden en er zit een klein deukje in. Maar die van Catrice en Essence gaan harder. En ik gebruik dan mijn Zoofa 106 Powder Brush voor. En dan poeder ik het gewoon af. En vooral ook mijn ogen, de concealer. Die niet in de lijntjes gaat trekken. Zo. Nou, de rest van mijn gezicht doe ik dan dus straks. Ik ga dan verder met mijn ogen. En ik gebruik eerst een oogschaduwbasis. Doe ik ook als ik snel moet zijn. Perfect Base van P2Y. Als je me langer volgt, ken je hem vocht wel. En dan wrijf ik dat dus gewoon zo uit. Zo. En de laatste tijd, die zul je ook in mijn tops en flops filmpje gaan zien als top. Gebruik ik weer oude favorieten. Als ik ze open krijg. En dat zijn de mono's van Essence. Uit de Cookie & Creams collectie. Die is niet meer te koop. Maar ze hebben ze uitgebracht in het vaste assortiment. Onder de naam de I Love Nudes. Dat zijn bijna dezelfde kleuren. En de substantie is ook hetzelfde. En ik vind ze heel prettig. En dan kan ik zien dat ik ze heb gebruikt. Want er zit een goede. Die ziet nog beter. Een goede deuk in. Even kijken. En ondanks dat ik haast heb, doe ik eigenlijk altijd ook shadow op. Ik vind dat eigenlijk gewoon net wat leuker staan. En ook omdat ik van mezelf zeker in de ochtend al wat bleek ben, dan kan dat net gewoon wat kleur brengen. En ik moet zeggen, als ik even wakker ben, dan trekt die kleur ook bij. Dan ben ik, heb ik wat meer kleur op mijn gezicht. Ik begin met die roze op mijn ooglid. Dan ben ik een beetje deppend aan.
En pigment is gewoon goed van deze oogschaduws en ze zijn goedkoop en ik vind ze heel fijn. Zo. Dan pak ik een blending kwast. Deze is van Real Techniques. En dan pak ik die mokka kleur, die lichtere bruinere kleur. En die breng ik aan in mijn crease. En een wat groter oppervlak. Bijna tot boven, maar net niet helemaal, zeg maar. Hier een beetje nog, zo. Zo. En dan vervaag ik boven de harde lijntjes met die lichtere roze kleur. Soms doe ik dat ook met mijn highlighter. Maar vandaag heb ik daar geen zin in. Ik weet ook niet. Ik heb af en toe van die buien. Zo. Dan zijn de harde lijntjes wat meer vervaagd. Dan ga ik met die donkere kleur mijn oppervlakte verkleinen in mijn crease. Deze donkere kleur. En dat, ik breng gewoon echt, ja, zoals mijn crease is, zeg maar, aan. Dan komt er diepte in je arcadeboog en dan vind ik dat wel heel erg mooi. Zo. Ik vervaag het wat uit. En normaal doe ik dit natuurlijk sneller. Ik moet er nou bij uitleggen en zo. Normaal en dan ben ik klaar. Ik gebruik een eyeliner pen van Essence. De eyeliner pen waterproof. Dat vind ik heel erg prettig. Ik heb eigenlijk alleen maar goedkope eyeliners. Ik verschuif je een klein beetje zo. Oh, en ik zie het uit. Dan heb ik eigenlijk altijd met dit oog. Mijn lijntje is nou veel te dik. En met dit oog lukt het dan op de een of andere manier wel. Maar dan moet ik het ook maar een dikke lijntje van maken. Nou ja, goed. Normaal zou ik zo niet de deur uitgaan. Ik vind de lijntjes te dik. Maar goed. Zwa. Ik schuif je weer terug. Dan ga ik verder met de wenkbrauwen. Ik weet niet waarom ik het in die volgorde doe, maar dat is iedere dag weer anders. Ik teken mijn wenkbrauw bij met het Essence wenkbrauwpotloodje. En vooral hier aan de buitenkant concentreer ik me en de binnenkant. Het midden is bij mij redelijk goed. Zo. En hier is bij mij de bovenkant een beetje weg. Dus die teken ik dan bij. En dan gebruik ik de Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara om de boel te fixeren. En die zet ik dan zo aan, zo schuin. En dan, ups, waar ben ik er allemaal net uit? Ja, het is vroeg. Maar ja, dat is normaal ook, dus ik weet niet waarom het nou niet lukt. Maar... En dan wrijf ik het product uit. Zo. Dan gebruik ik mascara. En normaal gebruik ik, als ik een uitgebreide look maak, twee mascara's. Maar als ik lui ben of geen tijd heb of het is vroeg, gebruik ik alleen die van Chanel Le Volume. Heel prettig, ontzettend fijn. En hier ga ik ook een knippen, want ik denk dat je wel weet hoe je mascara aan moet brengen. I am again. Ik heb mascara aangebracht. De laatste tijd is mijn Chanel wat droger en hij is ook wel wat ouder. En ik moet hem misschien eens een keer wegdoen, want het resultaat is gewoon niet meer optimaal. Ook als ik een luie dag heb, zo noem ik maar even de dagen dat ik stage en school heb, gebruik ik een oogpotloodje. En dat is eigenlijk altijd anders. Dan gebruik ik bruin, dan gebruik ik zwart, dan gebruik ik wit. En dan gebruik ik blank. En dat is vandaag het geval. Ik gebruik de Essence uit de Winter Wonderful collectie. En dan heb je ook een 02 Eye Candy. En die vind ik heel erg mooi, vooral bij deze look. Want het is een wat zachtere look. En dan doe ik die op mijn waterlijn. Zo, dan is het tijd om het gezicht af te maken. Dat klinkt heel agressief, maar ik bedoel gewoon met blush en highlighter. Ik doe altijd een blush en een highlighter op, bronzer niet, want daar kan ik niet goed en daar heb ik een hekel aan. En als ik een uitgebreide look doe, doe ik het wel. Maar kijk, zie je, even tussendoor. Nou worden mijn wangetjes ook weer wat roder en krijg ik wat meer kleur in mijn gezicht. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, dan doe ik altijd wel blush en highlighter. Highlighter ontbreekt bij mij eigenlijk nooit.
En ik gebruik vandaag de MAC Dainty Blush en mijn Real Techniques Quast. Die gebruik ik eigenlijk samen met NARS Orgasm. Die heb ik in mijn everyday bakje zitten. Gebruik ik die standaard. Als ik school of als ik snel iets wil pakken. Als ik normaal tijd heb, dan ga ik ook allemaal kiezen van welke ga ik gebruiken. En dan pak ik een andere, maar dit is eigenlijk mijn standaard blush. Highlighter. En dan heb ik geen highlighter kwast gepakt. One moment. Real Techniques Setting Brush. En ik gebruik MAC Soft & Gentle. Wat ik met die blushjes met NARS en MAC heb, heb ik met de highlighters Soft & Gentle en Lightscapade. Allebei van MAC. En die breng ik aan op mijn jukbeenderen. Ook niet... Oeh, zo poederen. Ook nergens anders als ik luie dag heb. Alleen daar. Zo. En dan blend ik het nog altijd een beetje uit. Netjes. Praten. Mijn lipstick doe ik meestal onderweg of na het ontbijt. Want ik ga hierna ontbijten en dan is mijn lipstick er weer af. Maar ik doe hem nou voor het filmpje even nu. En als ik een stage dag of schooldag of werkdag heb, gebruik ik een neutrale kleur. En vandaag is dat die van Catrice in A Rose Garden. Hele mooie lipstick. En hier fan van. En deze gebruik ik eigenlijk heel vaak na stage of een MAC lip. Is dit bijvoorbeeld van Fair of Please Me. Zo. Zo ga ik de deur uit. Dit is mijn make-up look voor als ik een stage of school heb of werk. En ik hoop dat je het leuk vond. Zou je alsjeblieft willen abonneren? Alsjeblieft. Ben ik altijd heel erg blij mee.